Tientallen vluchtelingen verzamelen zich op Centraal Station. Deze Celtic-fan is na 2 jaar nog altijd bezig met een zaak tegen de Amsterdamse politie. En VUMC houdt inzamelingsactie voor eigenaressen van deze auto. Nu de stroom vluchtelingen uit Syrië verder toeneemt, komen ook steeds meer asielzoekers aan op Amsterdam Centraal. Via internationale treinen komen ze hier aan om vervolgens door te reizen naar Ter Apel in Groningen. Daar moet je officieel asiel aanvragen. Maar dat verloopt niet altijd soepel. Meerdere vluchtelingen hebben de afgelopen nachten moeten doorbrengen op het station. Tientallen vluchtelingen kwamen vandaag aan op Centraal vanuit Brussel. De meeste hebben er een lange, gevaarlijke reis op zitten vanuit Syrië. Op dit filmpje is te zien hoe ze met de boot en te voet richting Europa komen. How long was the journey? The trip? 40 days. Ja, 50 days. Was it dangerous? Of course it was dangerous. With how many people were you on a boat? About 40. 40? Yeah. And a small boat? Of course, small boat, about 7 meters. Yes, I'm tired, very tired. Very tired. My baby is sick. Eenmaal hier moet iedereen door naar Ter Apel in Groningen. Op het station zijn daarvoor kaartjes af te halen. Alleen die waren vanmorgen even op en er moest op gewacht worden. Heb je enig idee waar je naar staat te kijken? Ja, ik denk naar vluchtelingen. Ik schrik er wel echt heel erg van trouwens. Ja, ik weet niet. Het doet wel iets met me eigenlijk. Ja, ze hebben ook Amsterdam nu bereikt. Ja. Goed. Wat doet dat met u? Nou, ik heet ze van harte welkom. My clothes, my everything go. Lost. Do you have family with you? No, without family. Without family. My family is killed in the war in the Syria. Yes. Deze groep is inmiddels met de trein richting het noorden vertrokken. Sommige Syriërs haalden de afgelopen nachten de aansluiting niet. Die moesten noodgedwongen op het station slapen. Ja, we gaan naar Robin van Heijften voor het politiebureau op CS. Robin, over hoeveel mensen gaat het dan? Ja, de afgelopen nacht ging het steeds om groepjes van tientallen mensen die de laatste trein misten en dus noodgedwongen hier op het station moesten slapen. Dat deden ze dan onder de busoverkapping achter CS daar. Het zijn natuurlijk aantallen die niet te vergelijken zijn met aantallen zoals ze in de Duitse stad München bijvoorbeeld zien, waar dit weekend alleen al tienduizenden nieuwe vluchtelingen aankwamen. Maar het is wel echt voor het eerst dat we zo in Amsterdam die vluchtelingenproblematiek zien en dus midden in de stad, midden op Amsterdam CS. En dus ook voor het eerst dat het gebeurt dat er mensen hier moeten blijven slapen. En daarover luidt Vluchtelingenwerk vandaag de noodklok. Ja, de afgelopen nachten hebben we het beeld gezien dat mensen onder de achterluifel van het station overnachten. Nou, natuurlijk totaal geen... Kan toch niet? Geen oplossing, echt geen menselijke oplossing. Zeker niet voor kleine kinderen. Mensen die een lange reis achter de rug hebben, die horen een ander welkom te krijgen dan dit. Jullie luiden de noodklok? Wij luiden zeker de noodklok. Ja, ook voor deze mensen moet er s'nachts een oplossing zijn. Of dat nou transport is naar Ter Apel of opvang in Amsterdam, maakt mij niet zo heel veel uit. Maar goed, we kunnen natuurlijk niet zien dat hier straks Hongaarse toestanden zijn. En dat mensen langs de snelweg of langs het spoor moeten gaan lopen naar Ter Apel. Afgelopen nachten zijn hier al steeds grotere groepen mensen blijven slapen, noodgedwongen. Zal het de komende dagen ook nog wel zo zijn? Nou, als het niet wordt opgelost en ik hoop van harte dat er een betere oplossing komt dan overnachten op het station, dan vrees ik dat er steeds grotere groepen vluchtelingen op het station overnachten. Voor kleine kinderen was er nog wat geregeld de afgelopen dagen, maar ook die opvang zit vol. Dus ja, eigenlijk een humanitaire noodtoestand op Amsterdam Centraal. Ja, Robin, die mensen moeten zich dan melden in Ter Apel. En tot wanneer kunnen ze daar komen? Vanavond om 11 uur gaat de laatste trein naar Emmen, via waar ze in Ter Apel kunnen komen. Maar er komen nog de hele avond gewoon treinen aan uit Brussel, via waar de meeste mensen dan weer in Amsterdam terechtkomen. Het probleem is ook dat het politiebureau hier achter mij vanavond om 9:30 dicht gaat. En dat is nou juist de enige plek waar mensen een gratis treinkaartje krijgen om naar Ter Apel te komen. Dus het zou zomaar weer kunnen zijn dat al die treinen die vanavond nog aankomen uit Brussel, dat daar mensen in zitten die het vanavond niet meer halen om naar Ter Apel te gaan. En dus ook gedwongen zijn om hier vannacht op Centraal te slapen, want er is vooralsnog niets geregeld voor deze mensen. Oké, Robin van Heijften, we houden het in de gaten. Dankjewel.
Bijna 2 jaar geleden ging het helemaal mis op de Dam in de aanloop naar de wedstrijd Ajax-Celtic. Bij rellen tussen supporters van beide clubs raakten 13 agenten gewond. Maar achteraf beklaagden veel Celtics-fans zich juist over het politieoptreden. Een van hen is Padraig Mullen, die zegt door undercover-agenten te zijn mishandeld, terwijl hij handboeien om had. In de aanloop naar een nieuwe Ajax-Celtic doet Mullen nog 1 keer zijn verhaal. Het is rond 6:30 in de middag op die bewuste 6 november als het helemaal misgaat op de Dam. Celtic-supporter Padraig Mullen en zijn vriendin hebben tot dan toe een gezellige middag, maar raken ongewild betrokken bij de ongeregeldheden. Hij kicked off in the square and myself and my girlfriend tried to leave the square away from the trouble. And we get caught up and these guys attack people in front of us and banged into ourselves. And I tried to actually separate. Voor hij het weet wordt hij zelf belaagd en door een paar mannen van wie Mullen denkt dat het Ajax-hooligans zijn, meegesleurd. Pas als hij met handboeien om achter in een busje wordt gegooid, beseft hij dat het geen hooligans, maar agenten in burger betreft. When in the back of the van, the people who have been beating us outside in plain clothes were in the back of the van. Mm-hmm. And they were kicking us and punching us where we were defenseless. Do you have a lot of physical damage? Yeah, well, my nose is broken. I've quite heavy bruising all over my body. My head, my mouth was busted open. Uiteindelijk werd hij nog 2 weken vastgehouden en veroordeeld tot 2 maanden cel. Het kostte hem bijna zijn baan en het incident achtervolgt hem tot de dag van vandaag nog steeds. Ever since that has happened, mm-hmm. I'm just nervous. I've never been nervous before, but I'm constantly nervous now for whatever reason, and I think it's a lot to do with what happened there. Yeah. You still go to the football? Not as often. I've only been a couple of times since. I used to go a lot more often, but I don't go too often now. Op de vraag of hij donderdag weer naar Amsterdam gaat om zijn club aan te moedigen, is hij luid en duidelijk. Never again. Never. Not at all. Het VUMC houdt een inzamelingsactie voor de eigenaresse van de auto die vorige week verdween in de draaikolk tijdens de overstroming. Deze beelden waren vorige week veelvuldig in het nieuws te zien. Een blauwe Fiat die verdwijnt in het water. Vorige week dinsdag sprong een waterleiding bij het ziekenhuis, waardoor er veel schade ontstond. Onder andere aan deze auto van een ziekenhuismedewerkster. In eerste instantie kreeg de vrouw voor enkele weken een huurauto van het ziekenhuis. Maar haar collega's willen haar verder helpen en hebben een collectebus geplaatst. Hoeveel daar inmiddels al in zit, is nog niet bekend. Een conflict tussen een pandeigenaar in de Pilotenstraat in Zuid en het Stadsdeel zorgt ervoor dat 10 bedrijven al een week noodgedwongen dicht moeten blijven. Het Stadsdeel sommeerde vorige week sluiting van het pand vanwege de slechte brandveiligheid. De eigenaar van het pand is verbaasd over de sluiting en de ondernemers voelen zich gedupeerd. Het viel de uitbaters van Scooterplaza nogal rauw op hun dak toen ze vorige week hals over kop hun winkel moesten sluiten. Afgelopen dinsdag om 14:34 kwam de eigenaar van het gebouw waar wij een bedrijfsruimte van huren mededelen dat om 3 uur, dus 26 minuten later, de gemeente Amsterdam het slot op de deur kon doen. Sinds er vorig jaar namelijk brand uitbrak in een deel van het pand, scherpte het Stadsdeel de brandvoorschriften aan. Omdat de eigenaar hier ondanks herhaalde verzoeken niet voldoende aan tegemoet kwam, werd vorige week tot sluiting overgegaan. Nou, de eigenaar die wist dit al vrij lang dat hij maatregelen moest nemen. En ook dat deze maatregel de uiterste maatregel was. Er zit nog een dwangsom van 1 ton tussen. Die heeft hij ook laten lopen, dus die moet hij ook al betalen. Dus hij wist dat wat hij moest doen. En het is zijn verantwoordelijkheid om de huurders goed te informeren. Maar pandeigenaar Arnoud Kos laat via zijn advocaat weten dat hij zeer verbaasd is over de spoedsluiting door het Stadsdeel. De sluiting van het pand kwam voor de pandeigenaars volledig uit de lucht vallen. Sinds juli vindt er constructief overleg plaats met het Stadsdeel. Het pand mocht van het Stadsdeel open blijven als de eigenaars beveiligers, brandwachten zouden inzetten. Dit was het idee van het Stadsdeel. De eigenaars hebben zich aan die voorwaarden gehouden. Volgens de door de eigenaars ingehuurde deskundigen was er op 8 september jongsleden geen noodzaak voor een acute sluiting. Ondertussen zijn de huurders van Kost de dupe van het geschil omdat hun zaak gesloten moet blijven. Sluimer is daar boos over en niet alleen op de verhuurder. Nou ja, eigenlijk op beide partijen. Enerzijds ook de gemeente die natuurlijk zegt van ja, ik hoef enkel alleen natuurlijk de eigenaar van het pand aan te schrijven. Ja, dat vind ik wat kort door de bocht.
Anderzijds, de eigenaar die is redelijk kort geleden aangeschreven. Maar Stadsdeel Zuid blijft erbij dat Kos dit allemaal had kunnen voorkomen en dat het pand pas weer open mag als hij aan alle eisen voldoet. Morgen moet de rechter in een kort geding besluiten of het pand inderdaad gesloten blijft. In een eerdere versie van Destiny zitten onder andere de steunbalken die ze gebruikten bij het aanleggen van de Noord-Zuidlijn. Dus eigenlijk zit je hier gewoon onder het rook in. Eigenlijk komt het daarop neer. Ja, dat zo meteen. Nu eerst het andere nieuws uit de stad. Ouders zijn vaak de oorzaak van onveilige verkeerssituaties rond basisscholen tijdens het brengen en ophalen. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Maar liefst 83% van alle basisscholen zegt daar last van te hebben. De onveilige situaties hebben vooral te maken met ouders die hun kind met de auto brengen. In totaal zijn 2300 basisscholen geïnterviewd. Open Monumentendag heeft in Amsterdam bijna 40.000 bezoekers getrokken. Dat liet de organisatie weten op basis van een eerste inschatting. Dat is, logisch misschien, de grootste opkomst van alle steden in het hele land. Vorig jaar kwamen er ongeveer net zoveel mensen naar Monumentendag. En toneelgroep Amsterdam-acteurs Ramzi Nasser en Marieke Hebing hebben de Louis D'Or en Theo D'Or toneelprijzen gewonnen. Nasser kreeg de prijs voor zijn hoofdrol in het stuk The Fountainhead. 23.000 fietsers per dag. Met dat aantal is het Nassauplein het drukste kruispunt van de stad als het om fietsers gaat. Vanaf vandaag is de fietstelweek en wordt met een speciale app het Amsterdamse fietsnetwerk in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe we fietsen en vooral waar de knelpunten zijn. Drukke fietsknelpunten in de stad zijn de Berlagebrug en de Haarlemmerstraat met 18.000 passerende fietsers per etmaal. Maar de drukste plek is het Nassauplein met 23.000 passerende fietsers per dag. Ja, hoe druk is het hier door de fietsers? Nou, heel verschrikkelijk. Zo druk. Ik vind dat een beetje een jungle waar ik me in begeef 's ochtends. Niemand houdt zich aan regels en zo. Iedereen fietst maar raak. Anarchie. Op deze knelpunten is het wel bekend wanneer het druk is, maar niet waar het fietsverkeer vandaan komt en waar het naartoe gaat. Je ziet hier het aantal deelnemers, dik 6.000 voor de metropool Amsterdam. Met een speciale app wil de Nederlandse Fietsersbond de fietsbewegingen in kaart brengen. Eigenlijk kan je het onderzoek in 3 woorden samenvatten. Het is meten, weten en dan verbeteren. We weten dat er veel fietsen zijn, maar waar ze fietsen, hoe lang ze erover doen, ja, dat weten we eigenlijk niet exact. De app registreert de route, snelheid en de tijd van de fietser. Alle drukke fietsroutes worden in kaart gebracht. Deze informatie wil de gemeente weer gebruiken om het fietsnetwerk te verbeteren. We willen weten waar knelpunten zitten. Bijvoorbeeld doorstromingsknelpunten. Waar gaan mensen langzamer dan de 15 km per uur? Maar waar fietsen mensen bijvoorbeeld om? En zouden we met een klein bruggetje al een veel snellere en veiligere fietsroute kunnen maken? Het onderzoek met de app duurt deze hele week. Eind oktober krijgt de gemeente de resultaten. Ruim 1100 autobezitters uit het centrum van Amsterdam hebben zich aangemeld voor het experiment lang parkeren. Bewoners uit het centrum krijgen de mogelijkheid om hun auto met behoud van parkeervergunning in een garage buiten het centrum te parkeren. Ze krijgen daarvoor een vergoeding die kan oplopen tot €265 per jaar. Bijna 30% van de vergunninghouders in het centrum gebruikt de auto minder dan 1 keer per week. En door deze regeling hoopt de gemeente de parkeerdruk te verlagen. De proef duurt een jaar. Een buitenaardse koning die de moord op zijn zoon komt wreken en daarbij ook eventjes de mensheid wil uitroeien. Dat is het verhaal van de wereldberoemde game Destiny. Het ontwerp van dit spel is voor een belangrijk deel van Amsterdamse makelij. De conceptartist Jesse van Dijk is verantwoordelijk voor hoe de game eruit ziet. Great. Now I'll never remember all your names. Met ruim 20 miljoen online spelers is Destiny inmiddels een iconische game die eigenlijk nooit af is. De wereld waarin het spel zich afspeelt breidt constant uit. En de hoofdontwerper van die wereld is de in Seattle woonachtige Amsterdammer Jesse van Dijk. En deze mythische science fiction wereld komt dus voor een groot deel voort uit zijn fantasie.
probeer eigenlijk ervoor open te staan dat inspiratie je gewoon treft op het moment dat je er eigenlijk niet naar zoekt. Als je door de natuur loopt of iets dergelijks. Mm-hmm. Sowieso de plek waar ik woon in Amerika, de Pacific Northwest, is prachtig om te zien. Dan heb je vulkanen en woestijnen en regenwouden, allemaal bij elkaar. Dat zijn dingen die inspireren mij persoonlijk eigenlijk juist heel erg veel. Dus ja, dat kan uit allerlei hoeken komen. Midden jaren 90 maakte Jesse thuis al zijn eigen levels voor het schietspel Doom. Maar dit is toch echt andere koek. Zijn er ideetjes van jou die een beetje er doorheen gedrukt hebt? Dat je dacht van dit moet gewoon echt het spel in. Dus er is één exotic weapon. Dat is een wapen waarvan spelers over het algemeen heel graag willen hebben. Daar heb ik zelf een lange tijd aan ontworpen. Jesse laat zich misschien wel inspireren door de natuur in de Pacific Northwest. Maar oplettende gamers spotten misschien ook wel een stukje Amsterdam in Destiny. In een eerdere versie van Destiny zitten onder andere de steunbalken die ze gebruikten bij het aanleggen van de Noord-Zuidlijn. Die zien er heel raar uit. Amsterdam is natuurlijk een groot moeras. Op het moment dat je daar in de grond gaat graven, moet je zorgen dat die wanden niet instorten. En daarom hebben alle bouwputten hier hele kenmerkende, rare buizen die de scheidingswanden op zijn plek houden. En die zag ik ooit op het Rokin toen ze daar dat station aan het bouwen waren. Toen dacht ik, dat is een tof idee. Dus eigenlijk zit je hier gewoon onder het Rokin. Eigenlijk komt het daarop neer. Dit was het AT5 Nieuws voor vandaag. Voor het laatste nieuws is er de site at5.nl of onze app. Fijne avond.